Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag weer een nieuw spel. Dit is een worstjespel en het heet Silly Sausage. Een barbecue spel zou je wel kunnen zeggen. En wat moeten we daar dan mee doen? Dit is toch geen echte worst? Nee, dat is natuurlijk geen echte worst. Het is de bedoeling dat we een paar dingen moeten doen met Silly Sausage. We moeten hem draaien, stretchen. We moeten hem een beetje kietelen of schudden. En dan heeft hij 5 moves. I'm sizzling staat erop. Het is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar. En het is dus een reactiespel. Oké. En dat gaan we vandaag dan ook eens even testen. Ik ben erg benieuwd. En als jullie dit spel nu al leuk vinden, doe dan een duimpje omhoog. We hebben 2 batterijen nodig. Wat zei die nou? Geen idee. Nou, dat gaan we dus even testen. Maar de batterijen die werken dus prima. Zo, je hebt verschillende modussen. Dus je kunt het op verschillende manieren spelen. En dit staat er ook nog op. Meat-free silly sausage. Dus dat betekent dat het een worstje is zonder vlees. Dus vegetarisch of veganistisch misschien zelfs wel. Maar eigenlijk betekent dat gewoon dat je hem niet kunt eten in dit geval. Ik denk dat we hem vandaag eens als single gaan testen. Want je kunt hem dus spelen met de modus single, party, single turbo en party turbo. En single is dus dat je het alleen speelt en party is dat je het met meerdere mensen speelt. En je hebt dus 10 verschillende spelletjes. Nou, we gaan vandaag eens even wat testen. Ik ga het eerst eens even uitpakken. Zo, hier hebben we Silly Sausage. Die is uit de verpakking gehaald. En hier zie je dan ook nog de instructies. Eens even kijken. Voor de party modus moet je 2 keer drukken. Ik weet niet of dat werkt. Aha, nu heeft hij het over party. Dus nu is het denk ik goed. Aha, maar dit was toch Dip Me? Ik dacht dat ik het goed deed. Aha, dus nou is het spel al over. Zodra je iets verkeerd doet, dan is het over. Ik verstond niet wat hij zei. Hij schreeuwt ook iedere keer als er iets verkeerd gaat. Nu moet de volgende. Wel een aanstekelijk muziekje. Hey, ik had toch geschud? Maar het is wel grappig, want Silly Sausage die geeft de hele tijd commentaar. En dat is best wel grappig, al die reacties die hij steeds geeft. Nee, dat was hem al. Dat was kort. Oh, en nou ben ik ook nog eens de slechtste. Eens kijken wat je nog meer hebt. Als we 3 keer drukken. Nee. Even kijken. Even aanzetten. 3 keer gedrukt op het knopje. En dan staat hij nu op Chipolata Turbo. Oh, dat ging een stuk sneller. Dat is dus een ander spelletje. Chipolata Turbo. En bij Chipolata Turbo gaat het allemaal een stuk verder. Een stuk sneller. Nee, ik was niet snel genoeg. Oh, ik heb een score van 3. Hey, dit wat hij zei. Dit is niet eerlijk. Of nee, wacht. Volgens mij ging ik twisten. Nee, helaas. Dat heb ik verkeerd gedaan. Zodra het dus verkeerd gaat, dan is je beurt over. En dit is dus Silly Sausage. Best wel cool.
Ik vind het echt een leuke uitvinding. En een erg cool spel. Echt een leuk partyspel. En ook hoe Silly Sausage zelf commentaar geeft is heel erg leuk gedaan. Als jullie de video leuk vonden, geef dan een duimpje omhoog. Als je het niet leuk vond, doe dan een duimpje naar beneden. Kan natuurlijk ook. En nou, ik ga nog even verder. Ik speel nog een ronde, want het is zo leuk. En dan zien wij elkaar de volgende keer weer. Doei! Oké, dat was het alweer voor mij. Tot de volgende keer!